Om verder te komen hebben we gezien dat er een groot verschil is tussen de instituten, de scholen, tot en met jeugdgevangenissen enzovoort. Die met elkaar eens zijn over wat ze het allerbelangrijkste vonden. Het maakt niet zoveel uit welke mensen je in huis hebt, als je met elkaar maar een afgestemd idee hebt over wat je echt belangrijk vindt. Ik liep laatst met een directeur door een gang en die zei, ja, maar kinderen hebben tegenwoordig nergens meer respect voor. Ik zeg, zoals je net die jas aan de kant schoot. Ja, ik moet er zelf ook op letten. Nee, je moet er niet op letten. Jij moet het zijn, het voorbeeld. Vanzelfsprekend. En wat mij betreft is het allerbelangrijkste de relatie, de verbondenheid. Op het moment dat je niet op het niveau van kinderen in kunt pikken, niet op hun ervaringsstroom kunt communiceren, niet precies weet wat er aan de hand is, wat zeg je dan? Wat doe je dan? Waar experimenteer je dan mee? Kinderen moeten weten dat jij precies goed zit bij ze. En vanaf daar kun je ze mee optillen. Maar dan zul je door je knieën moeten, dan zul je op onderzoek moeten en dan zul je veel met kinderen moeten praten. En er worden nog steeds handelingsplannen gemaakt zonder dat de kinderen erbij zijn. Hoe doe je dat? Wat mij betreft moet er een grote streep tussen de waarden en de normen. Het is geen wonder dat de vorige demissionaire minister-president dat debat niet heeft kunnen vlottrekken. Dat is van een andere orde. De vormen en de normen interesseren mij in eerste instantie niet zoveel. Er zijn duizend manieren om het goed te doen en diezelfde manieren kun je ook gebruiken om het fout te doen. Belangrijk is dat je afgestemd bent over wat je echt belangrijk vindt. En als je welbevinden en betrokkenheid belangrijk vindt, of wat dan ook, dan moet je zorgen dat je daar ook naar kunt handelen, naar kunt richten en dat je dat kunt legitimeren. Dan breekt dus de paniek niet uit als de inspecteur komt, dan ben je blij dat hij komt om te laten zien wat jullie aan het doen zijn. De allerbelangrijkste waarden moeten volgens mij boven de vormen staan en de vormen in dienst van die waarden. Met een belangrijke opmerking dat de vormen en de normen wel gecontroleerd kunnen worden. Jullie bepalen of kinderen met een pet op zitten of niet, of met twee woorden spreken, of dat het boek uit is. Maar jullie bepalen niet of kinderen gelukkig worden. Jullie bepalen niet of kinderen betrokken zijn. Daarvoor ben je maar één klein spelertje in een heel groot veld. Dus je werkt je echt kapot om te zorgen dat die kinderen betrokken raken en toch heb je het niet in de hand. Dat is je vak. En dat moet je niet door elkaar halen, anders zou je gefrustreerd kunnen raken over iets waar jij niks aan kunt doen.